Het ministerie van Volksgezondheid adviseert weer het dragen van mond- en neusbedekking. Dit vanwege de toename van de COVID-19-besmettingen in de maand oktober. In oktober zijn er 10 ziekenhuisopnames geweest en 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De komende periode zullen de ministeries van Volksgezondheid en Bibus het inreisbeleid evalueren. Het ministerie benadrukt dat mensen die niet gevaccineerd zijn een groot risico lopen op ernstige ziekten en sterfte en adviseert derhalve dat deze groep zich alsnog laat vaccineren. De leiding van het Nationaal Leger zal geen anarchie of opruiing door de leden van de bond toestaan. Ze stelt dit naar aanleiding van de recente ontwikkelingen de afgelopen periode, waarbij de Vereniging Rechtspositie Militairen, VRM, een ultimatum heeft gesteld aan de regering. De VRM eist een loonsverhoging van 150%, welke eis deze maand nog moet worden ingewilligd. De leden zullen anders niet deelnemen aan het defilé op 25 november. De legerleiding staat open voor dialoog en wenst in goed fatsoen in overleg te treden met het bestuur van de VRM. Echter zal ze nimmer met het mes op de keel praten. De leiding van het leger zal er niet voor schromen om gepaste disciplinaire maatregelen te treffen indien de militairen zich niet houden aan de regels. Het Surinaamse Robotics Team heeft de persoonlijke felicitaties ontvangen van president Chandrika Prasad Santokhi. Het team is recentelijk op de 36e plaats geëindigd tijdens de First Global Challenge 2022 in Genève, Zwitserland. Dit resultaat behaalde het team in een deelnemersveld van 163 landen. De First Global Challenge 2022 vond plaats in de periode 13 tot en met 16 oktober.